Hallo allemaal en welkom bij deel 5. Leuk dat jij kijkt. Nou, het laatste deel. Eindelijk werd Sandra wakker dat ze iemand kon bijten. Het was wel mijn karakter waar ik mee speelde. Maar dat maakt me niet uit, want dat vind ik juist kicken. Nu zit ik alleen met het probleem dat deze niemand kan bijten. Of 24 uur, 10 of 14 uur, of wat het ook was, moet wachten. Dus ik wou eigenlijk 2 zakjes bloed. Noemen ze dat nou? 2 zakjes bloed kopen voor haar. Zodat ze met een rietje op. Maar ze voelt zich te ongemakkelijk, dus ik ken het niet. En er is geen cheat in de wereld die je daaraan kan helpen. Of buiten moet, maar het sneeuwt, dus ik denk niet eens dat het al gebloeid al bloeit. Nou ja, het bloeit wel, maar je kan er niks, je kan het zo niet plukken. Ik was zo slim om er maar 2 te planten, namelijk. Ja, we gaan niet naar de vlooie markt. Als we gaan, gaan we met z'n allen. Maar daar zit er één op te werk. Gelukkig gaat dat goed. Als ik telefoon krijg van werk, dan klik ik alleen dat ze moet werken. Ik zorg dat ze erop klaar is. Voor de rest bemoei ik me ergens mee, omdat ze het niet uit eigen doet. En dat moet wel voor de werk. Maar ze was eerst begrafenisondernemer. En ik weet dat die job die werkt, want meerdere van mijn andere karakters zijn begrafenisondernemer, maar zij ging niet naar de werk. Dus misschien dat ze bang is voor het beroep. Ik weet niet of dat de mogelijkheid is, maar ik kon klikken van naar je werk gaan, naar je werk gaan, naar je werk gaan, naar je werk gaan. Het kwam niet eens in de chatter, bij haar in de chatter echt, dat moest gebeuren. Dus heb ik er een ander beroep gegeven. Ze is nu. Wat was ze ook alweer? Ja, sorry, ik vergeet dat. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik het gespeeld heb. jee. Politicus. Ja, we hebben een politicus in de family. En het is dat ze nu vermoeid is, anders had ze nu al mijn karakter, bedoel ik dan, upgrades kunnen gaan uitvoeren, zodat er zoveel niet meer stuk ging. Ik ga zelfs de bedden upgraden, als dat mogelijk is. Matras en massage? Ja, oké. Okay. Ja, okay, maar dan moet ze hoger level zijn. 6. Eerst een wc in de bad en weet ik veel wat allemaal, maar ze hebben niet eens een bad. De wc's en de douche bedoel ik, en de waskraantje. Je kan wat gestommel horen, de buren hebben visite van kinderen, sorry. Die rennen in huis. Wederom, verleden week ook al. Ook dat ik aan het filmen was. Toen heb ik geloof ik de opmerking gemaakt van... Wij renden altijd buiten en niet binnen. En zo was het ook, wij speelden altijd buiten. Wij waren, ik in ieder geval, was zelden binnen. Ik was altijd met mijn vrienden op straat, kattenkwaad uithalen, boompje klimmen, containers klimmen, weet ik veel wat, de glasbak op de hoek daarop klimmen. Op die bouwcontainers klimmen, dan stond er weer een auto, zo'n graafmachine, en dan waren die blij waar in huis, huppakee, op die graafmachine klimmen, et cetera. Weet ik veel, je vermaakt die eigen wel. Je hoeft er niet vermaakt te worden. Tegenwoordig moet je ze vermaken. En ik durf het te zeggen, want ik heb 2 kinderen, die zijn net zo. Ja, ik heb ze niet grootgebracht, dat is het probleem. Niet dat ik streng was, ik heb mijn kinderen nooit geslagen. Dat ten eerste. Maar ik had gezegd van, ga vriendjes zoeken op straat, ga lekker buiten spelen. Ze hebben dan tegenwoordig een mobieltje. Nou, dan had ik wel gebeld dat ik kan komen eten. Maar ja, mijn vrouw wou zo nooit met mijn broer vreemd gaan. En dat kan er bij mij nog niet op een millimeter in. Dus ik ben meteen het huis uitgestapt, vergunning ingeleverd. Scheiding aangevraagd. Afstand van de kinderen gedaan.
over. En waarom ik afstand van de kinderen heb gedaan, heb een zaak. Ik heb mijn kinderen, ik denk al 8 jaar niet gezien. De oudste heb ik nu wel gezien dan, na 10 jaar. Die is nu 18. Godzijdank. En die andere is pas 14. Ongeveer. Nee, dat vond ik wel verrast. Dat was 1 jaar geleden. Er werd aangebeld. En ik ben niet iemand die gewend is om visite te krijgen. Heel bijzonder. Ik ga ook niet op. Dus ik hang uit het raam. Wie is daar? Ja, pa, ik ben het. Ik dacht dat mijn mond op de grond viel. Dus ik ga de deur open. Ik zei, jongen, kom binnen. Wil je wat drinken? Koffie? Ja, koffie gezet. Ik zeg, mag je van die tang wel hier naartoe komen? Nou, ze weet het niet. Ik zeg, nee, dat dacht ik al. Want die houden die kinderen onder de tang. Ik zeg, je moeder heeft ook zeer heel slecht over mij gesproken, hè? Ja, want je was een vreedaard. En ik zeg, ja. Ik zeg, heb ik je ooit aangeraakt? Want die jongste was 6 jaar dat ik wegging. Nee, pap, want jij speelde altijd met ons. Ik zeg, ja. Maar ik weet dat mama liegt. Want ze hebben het ook al steeds over de vader. En dat is waar. Dan hebben ze ruzie, dan hebben ze vrede. Dan hebben ze ruzie, dan hebben ze vrede. Ik zeg tegen mijn zoon, ik weet niet eens hoe ik het zo lang bij je moeder heb uitgehouden, 12 jaar. En hij zegt, pa, daar kan je beter 10 jaar van maken, want ze had dan een verhouding met jou in 2 jaar. En ik moest hem gelijk geven, want destijds dat ik mijn kinderen nog mocht ophalen, was ik net het huis uit. En had ze een papiertje op de deur van de hal geplakt. Gelukkig zijn we al 2 jaar gelukkig. Ik wist dat het niet op mijn studie zou sloeg, want ik ben 12 jaar getrouwd geweest. Maar goed, we dwalen af. Daarom zal je bij mij nooit trouwens in het spel iemand zien vreemd zien gaan of wat dan ook. Want ik heb het meegemaakt, ik ben bedacht zo de mythe. Je weet behalve niet wat dat met je doet. Je hele wereld stort voor je in. Je vertrouwen is in 1 klap weg. En het is voor mij nu, ik denk, ik weet niet eens hoeveel jaar ik al bij de weg ben. En ik heb het vertrouwen nog steeds niet terug. Geen vrouw vertrouw ik meer. Nooit meer. Ik blijf alleen, want ik weet precies hoe het gaat. Ik zit op mijn werk en het eerste wat ik ga denken is, wie zal erbij zijn? Dat wens ik niemand. Geen vertrouwen opbouwen. En ik weet dat ik zo ga denken. Want het is de 2e keer dat het gebeurt. En dus het is voor mij nu echt over, uit. Ik blijf alleen. Einde verhaal. Ik heb mijn Sims. Ik heb mijn Diablo, ik heb mijn World of Warcraft, ik heb mijn Star Wars, The Old Republic, ik heb mijn Steam, ik heb alles wat me gelukkig maakt. En mijn kat. Zou hem bijna vergeten. Hier is Boek. Ouwe Nelis. Ja, Piki. God, het is al 8 uur, zeg. 'S avonds. Wauw. Ik speel de Sims sinds 2 jaar. En ik heb al ruim 1700 uur speeltijd erop zitten. Dat ik stopte met de Sims, want dat heb ik wel gedaan, zat ik op 1000 nog. Nee, dat is 900 zoveel. En toen brak de crisis uit, de COVID-19 crisis. Toen kwam ik zonder werk. Ja, toen had ik alle tijd. En dan heb ik Sims gespeeld. En daar stop ik er weer even een tijdje mee. Dan ga ik weer een ander spel spelen. Ja, dan loop ik nou te babbelen. Oh, we zitten gezellig aan tafel te eten. Ja, en dan kunnen de 2 eten omdat de 4 anderen hun boeken hebben laten liggen. Ja, rustig maar, kind. Ik
Die voor jou. Die voor jou. Die voor jou. Die voor jou. Zo, ga zitten. Want ik kan er niet tegen als mensen gaan staand eten. Je bent geen varken. Nee, die tafel dekken zitten. Ik bemoei me niet met het spel, zei ik. Maar ik kan hier niet tegen. Dit stoort mij ongelooflijk. Ik sta ook niet eten. Ik zit achter mijn computer, maar ik zit wel. Die is al klaar met het. En je bent al bijna klaar. Je bent ook bijna klaar. Oké. Okay. Zo. Terug naar de regie. Waar zijn we? Kijk, jij wist wel hoe het ging. Want jij hebt net, weet je, je hebt niet eens gegeten volgens mij. Maar je hebt wel gegeten. Je moet naar de wc. Jot nog de wc, hè? De werkvrouw. Oh, ja. Safe. Ik vind dat echt fantastisch. ja, jij bent net gebeten, maar we moeten even voor je werkie. Jee. Dup. En dan moeten we op jou klikken. Waar ben je? Want je kan die cheat wel gebruiken, maar heb je dat werk heb je nog niet gedaan. Oh, je zit daar. Politieke carrière, goede zaak kiezen. Stem voor bomen. Meer groen, dat hebben we nodig. Yep, yes. Ik zelf denk, ben niet een milieufrico. Papieren doe ik zich in glas, dat spaar ik. Ik fiets altijd, want ik heb geen rijbewijs, ik heb nooit rijbewijs gehad. Ik heb nog nooit een scooter gehad, of wat dan ook. Altijd de fiets. Daar bedenk ik groen mee. Maar voor de rest is het me eigenlijk echt koud. ...1990 is de kinderen begonnen en die vervuilen nu de boel en de kinderen van die kinderen die zeggen nu de vijf waren, terwijl wij, je bent er nooit, want wij dronken melk uit een fles. En die kon je inwisselen, kreeg je statiegeld. Tegenwoordig heb je pakken. Dus, en zo zijn er meer dingen. Wij hadden vroeger geen wasmachine in huis, bij ons werd altijd op de hand gewassen en op de lijn gedroogd. Tegenwoordig hebben ze een wasmachine en een droger. Hap, 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 op je rekening. En zeggen dat wij het waren. No way. En zo zijn er nog veel meer voordelen. Voorbeelden. Jezus, wat ben ik aan het zeiken, zeg. Einde. Geen gezeik meer. Ik heb nog 4 minuten. Ik heb nog 4 minuten. Wat is er nou met jou? Je bent, volgens mij heb je slaap. Oh nee, amusement nodig. Pak je mobiel. En trouwens, je bent nou aan het lezen, dus dan gaat het wel goed. Ja, je bent aan het lezen. Makkelijk hè, een ander ruimt het wel op. Yep. In de wasbak. Kun je makkelijk doen, want ze hebben ongelimiteerde borden. Je kan het wel in de wasbak, in de afwas. Oh, hij is weer lek. Ik wil je niet storen, maar... Waarom kan je er niet in? Waarom kan je er niet in? Je kan er wel in, hoor. Kom eens hierheen. Kijk, dat snap ik niet van die Sims. En dan zeggen ze... Oh nee, nog mooier. Nee, stap even hierin. Waarom kan je hier niet... Oh, je kan hier niet instappen. Wat is er aan de hand? Nee, de deur is open. Waarom kan je hier nou niet naar binnen? Wat? Nou, dan weet ik het beter. Doei. Zo. Gerepareerd. Maar ik wil dat niet, want die skill gaat anders niet omhoog vinden. Maar waarom kunnen ze niet naar binnen? Wat is dat voor gezeur? Ik krijg geen optie om hier naar binnen te gaan.
Ik wil je even misbruiken. Kun jij naar de wc gaan? Want je moet naar de wc. Oh nee, je hebt honger. Wat is wat anders? Ah, je bent een vampier, je gaat helemaal niet naar de wc. Even een niet-vampier, jij. Gebruiken. Je zegt niet meteen dat je niet kan, je legt je boek neer en zegt het dan. Ja, dat dacht ik wel. Wat is er in Gods Christus nou aan de hand hier? Staat die wc? Is het die wc die er tegen? Ik weet het niet. Ja, ik moest wat doen, want ik kan er niet over kwijt. Want staat hij dicht bij de deur? Ja, hier kan hij. Wacht even, hij stond hier toch? Even kijken. Oh, wacht, hij stond gedraaid. Hij zet hem zo neer. Nou, ik heb al geleerd dat als Sims iets niet kunnen, dat er een oorzaak aan ligt. Ik begin mij eigenlijk wel te irriteren van what the fuck, maar. Kun jij hem nu gebruiken? Hallo! Dank u. Nee, ik bemoei me nu mee, want ik wil weten of ze het kunnen gebruiken. Maar ze kunnen het gebruiken, dus oké. Okay. Want ik dacht dat die deur op stond. Oh, ze hebben alweer dorst. Ja, de snelheid waarmee jullie honger krijgen, zo snel zijn hun niet genezen, vrienden. Maar jullie kunnen het toch lang uithouden, dus waarom ben jij zo moe? Ben jij pas gebeten? Nee, 4 uurtjes nog. Oh, je bent moe. Nou, dan ga je toch naar bed? Oh nee, ik bemoei me er niet mee. Oh, ik heb bijna geklikt. Oh, nee. Oh, maar kijk, ik ben wel zo slim. Ja, met ik bedoel mijn karakter. Oh. 10 seconden. 9. 8. Bedankt voor het kijken. En ik zie jou in mijn volgende video. Groetjes. Doei. Oh shoot. Nee. Nee, wat doe ik nou?